Dit is een Moussa dwarf. Dit is een bananenplant. En hij groeit zo goed. Nou, dat ziet er niet uit. Maar dit is echt lekker. Dus dit ga ik nu eventjes eten. Dit is mijn lunch. Bam. En ik doe dus hele dunne schilletjes. Want dat geeft dus meer smaak. En je hebt je eerste rol klaar. Zo makkelijk is het. Echt heel erg lekker dit. Dit is echt een van mijn favoriete smaken. Ik vind deze zo, zo lekker. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe What I Eat in a Day. Ik ben echt net weer wakker. Het is vaak zo als ik net de camera pak. als je denkt, Luella, wat is er aan de hand met je wenkbrauwen? Waarom zit overal haar? Nou, omdat ik staat uitgegroeid ben. Ik kwam er laatst achter, nou, dit komt even door het licht. Maar ik kwam er dus laatst achter dat hier zo aan de voorkant, dat er niet heel veel meer groeide. Nu wel weer, een beetje. Omdat ik natuurlijk heel veel heb geplukt in het verleden ook. Maar ik wil gewoon weer donkerdere wenkbrauwen zoals ik het altijd had. En dan wil ik het dus om gaan laten uitgroeien. En ik gebruik een mix van oliën om dat groeien, zeg maar, te promoten, te stimuleren. Zodat het weer gewoon helemaal vol teruggroeit. En als je nu gewoon kijkt, ik heb gewoon wenkbrauwen. Dat is het punt niet. Maar ze moeten weer vol worden en... Ja, zodat ik ze weer een beetje opnieuw kan shapen. En niet meer zoveel kan plukken, zeg maar. Zoals ik eerder heb gedaan. En ze groeien nu heel fijn terug. Dus hieronder beginnen ook allemaal weer haren te komen. Dus ik moet even kijken hoe dat verder afloopt. Maar voor nu ben ik ook even koos make-uploos. Ik heb geen zin in make-up vandaag. Is allemaal prima. Dus ik ga vandaag gewoon weer alles laten zien wat ik eet. Ik weet niet hoe ik op dit onderwerp kwam. Maar ik ga vandaag een What I Eat in a Day opnemen. Ik heb nog geen flauw idee wat er voor vandaag op de planning staat. Ik heb heel wat verschillende dingen in de koelkast. Dus we gaan kijken wat we daar allemaal mee kunnen maken. En dan zou ik zeggen, laten we de dag lekker beginnen. Ik zit hier de hele tijd gewoon te werken. En ik heb eigenlijk alleen nog maar water gehad. En wat gemberthee met citroen en honing. Standaard mixje. Ik was heel erg hard aan het werken. Het is inmiddels alweer 11 uur en ik was om... 7:30 of zo was ik wakker. En toen ben ik ook meteen begonnen met werken. Dus ik heb heel wat werk kunnen verzetten. Dat is fijn. Maar ik heb dus nog niks gegeten. Ik zat ook na te denken wat ik zou willen gaan eten. En ik denk dat ik sowieso weer sushi ga maken. Dus die lekkere bloemkool sushi die ik eerder ook in de vorige What I Eat in a Day ook heb laten zien. Maar ik ga nu een spicy tuna variant maken. Dus voor de mensen die dat ook heel leuk vonden... krijg je nu een nieuwe variant te zien. Dus ik ga voor spicy tuna. Want dat is ook wat meer budget. Want zalm is natuurlijk altijd gewoon wat duurder. En tonijn kun je altijd krijgen voor wat goedkoper. Dus ik moet zelfs nog even naar de winkel om een paar ingrediënten daarvoor te halen. Extra bloemkoolrijst, nori vellen. En dat ga ik straks even kopen. Dus dat ga ik denk ik vanavond eten. En dan voor nu en voor de lunch weet ik het echt nog niet. Ik heb ook nog niet in de koelkast gekeken wat ik allemaal heb. Dus dat ga ik zelfs eerst doen. En dan komt het helemaal goed. Ik wil je ook nog even laten zien mijn twee nieuwe aanwinsten. Ik heb twee nieuwe planten gekocht en ze zijn zo mooi. Dus ik wil ze je even laten zien. Kom op. Let's go. De eerste plant is deze. Dit is een Moussa dwarf. Dit is een bananenplant. En hij groeit zo goed. En alle nieuwe bladeren, zeg maar, komen dan hieruit. En daar komt al een nieuwe, zoals je kan zien. Zie? Nou, hij is echt heel mooi. En ik heb deze gewoon bij het tuincentrum gekocht. De pot ook. Superleuk. En mijn pannenkoekplantje, die krijgt al baby's. Dus die kan ik stekken als ik wil. En mijn Calathea is gelukkig weer helemaal up and running. Want die had laatst even last van mood swings. Alle bladeren gingen krullen en ik dacht echt, oh mijn god, nee, hij gaat dood. Dus toen heb ik advies gevraagd aan jullie op Instagram. En nu doet hij het gewoon weer goed. Maar ik moet dus wel, zeg maar, touwtjes daaronder doen. Zodat hij gewoon recht blijft staan. Anders dan hangen al die bladeren helemaal slap. En dan knakken ze gewoon letterlijk kapot door hun eigen gewicht. En dit is ook een nieuwe. Hier komt al een nieuw blad aan. En deze heb ik ook van het tuincentrum. Ik weet niet precies wat voor type dit is. Maar ook een hele leuke... En ook weer zo'n rietenmand erbij. Dat vind ik echt leuk. Dus dat staat hier gezellig naast de tv. Dan heb ik hier mijn
andere plant die ik heb verpot de vorige keer. Dus dit is eigenlijk even een nieuwe 2.0 versie van vorige keer. Hier zie je mijn bieslook begint al te groeien. Mijn oregano al. Dille gaat echt mega hard. Die heeft een groeispurt op dit moment. Peterselie laat nog niks van zich horen. Die is denk ik heel druk daaronder, maar krijgt nog niks. En thyme is al lekker aan het groeien. Dus super leuk. En deze plant had ik van dat, gewoon voor de supermarkt. Die groeit ook echt als kool. Een stokje ingezet, zodat die lekker hoog kan blijven groeien. Top. Zo, ik heb bedacht wat ik wil gaan eten. En ik ben ook even net naar de winkel geweest om wat dingen te halen voor de sushi vanavond. Ik had nori vellen nodig, sriracha, avocado's, lenteui. En ik kijk nu die kant op, want daar ligt alles. Ik ga nu voor lunch ga ik mijn standaard bacon omelet maken. Ik heb hier al wat dingetjes klaargelegd. En de reden waarom ik dat nu ga maken is omdat dit pakje bijna een week open staat nu. En dat moet binnen een week geconsumeerd worden. Dus die ga ik nu opeten. En hierin staat dat ik ongeveer nog iets minder heb dan 200 gram. Dat is heel makkelijk. Je kan dan aan de zijkant zeg maar zien hoeveel je nog hebt. Dus dat is wel handig. En dan ga ik dus bacon op doen en een plakje kaas. En lopen mensen voorbij. Dag. En dan ga ik dat gewoon zo eten. Dus geen brood of iets erbij. Gewoon even lekker high protein. En was bij de Albert Heijn en ze hebben nu echt een toffe actie. Als dit online komt, niet meer natuurlijk. Maar ze hebben nu alles 1+1 gratis op de Atkins reepjes en de Barbels repen. Dus ik heb even 6 van deze ingeslagen. Super chill, kost dus echt maar 5 euro voor 6 van die repen. Dus echt nice. En aangezien ik nog wel eens chocolade cravings heb, is dat gewoon een betere optie. Ik liet hem niet heel goed zien, dat doe ik nu even opnieuw. Deze van Atkins, dus low sugar treat en Dulce. En die zijn echt super lekker. En dat smaakt echt net naar echt chocola. Maar voor veel, veel minder carbs. En dat is gewoon soms heel chill. Dus ik ga eventjes mijn ei maken. En ga laten zien hoe ik dat doe. Oké. Normaal gesproken zou ik een glas pakken. En dan het ei erin klutsen. Maar ik heb tegenwoordig ontdekt dat dat ook prima gaat. Als ik alles gewoon in de pan gooi. En dat dan zo door elkaar heen meng. Scheelt mijn vriend weer meer afwas, want hij doet altijd de afwas. Dat is wel echt heel nice en aardig van hem. Ik ga cooking spray gebruiken, die ik altijd gebruik. Gewoon mijn Pam spray. Genoeg aan de randen, want anders dan plakt het weer vast. En qua kruiden ga ik voor wat aromat. Die heb ik weer helemaal ontdekt. Dit had ik vroeger best wel veel op ei en tomaat en dat soort dingen. En dat heb ik nu weer helemaal teruggevonden en herontdekt. Oh, tomaat. Ik heb ook tomaat. Ik ga het wachten. Ik ga dit eventjes een andere wending geven, jongens. Peper, zout en cayenne. Zoals altijd. Ik heb hier wat cherry tomaten. Die liggen er al een tijdje. Dus dat mag ook wel op. En de reden dat ik graag egg whites gebruik, is dat je dus veel meer ei krijgt voor minder calorieën en je voegt extra proteïnes toe. Want in een gewone ei zit natuurlijk ook een eggyolk. Dus het gele gedeelte, zeg maar, dat is alleen puur vet. Dus als je een beetje betere balans daarin wil, moet je zo'n kartonnetje met egg whites kopen. Dat was 170 gram. Dat was 10 gram. 15 gram doe ik erbij. Of misschien iets meer. 17. Oké, mijn eten is klaar. Omdat het op zich een beetje een magere bedoeling is, voeg ik nog wel wat carbs toe. Ik heb hier nog twee dagen oud wit broodje. Dus die ga ik gebruiken. Met een beetje boter erop. En de rest eet ik er gewoon bij. Nou, dat ziet er niet uit. Maar dit is echt lekker. Dus dit ga ik nu eventjes eten. Dit is mijn lunch. Laat je de macro's, laat ik dan zo even zien. Maar dit is het. En ik ga hierbij nog eventjes een refill doen met mijn theetje. En dan doe ik er steeds weer wat bij. Dus weer een beetje gember erin. Bam. En ik doe dus hele dunne schilletjes. Want dat geeft dus meer smaak.
En dit is dus mijn lunch. Heerlijk. Ik ga lekker eten. Peace. En als opschuimmelk gebruik ik deze Alpro Barista, omdat hier geen lactose in zit. Het is gewoon allemaal natuurlijk. Dus, ik bedoel plant-based. Dus, ik ben er niet meer helemaal bij, dat hoor je wel. Helemaal niet meer scherp. Deze melk gebruik ik. Dit is dus eventjes mijn snack voor tussendoor. Ik heb even lekker gezellig wat kaarsjes aangedaan. Het regent buiten heel hard. En het is koud. Ik heb even mijn thee even bijgevuld. Weer met nieuw heet water. Dus dat is gewoon nog hetzelfde. En ik ga even een kleine snack eten. Deze salty peanut reep van Barbels. En ook deze was 1+1 gratis. Dus ik heb nu heel veel eiwitreep in de kast. Dus maar wel een mooie manier voor mij om mijn eiwitdoel goed te kunnen halen. En het is gewoon lekker bij de thee. En ik ga eventjes een boek lezen nu. Ik lees nu deze van Tony Robbins. Heel erg interessant allemaal. En ik ben weer helemaal into the books. Dus dat is hartstikke goed. Ik laat je gelijk even mijn macro's zien. Dit is dus wat ik heb ontbeten. Ei met brood en tomaat en ei. Ei met brood, tomaat en ei, ja. Tussendoor heb ik die Atkins reep gehad. En nu eet ik dus die salty peanut reep. Avondeten is dus de sushi. Heb ik al een beetje grofweg ingevuld hoeveel het ongeveer gaat zijn. En als pre-bed wil ik een bak ijs gaan eten. Even kijken hoe mijn macro's eruit zien. Nou ja, hartstikke prima dus. Heel netjes dit. Echt top. Dus ik heb dan nog 200 calorieën over om op te vullen aan iets. Wat het gaat zijn weet ik nog niet. Maar dat is in ieder geval de huidige tussenstand. Oké, het is de hoogste tijd om lekker avondeten te gaan maken. Het is namelijk 4:30. En als ik nu begin dan kan ik precies om 5:00 eten. En dat is altijd de tijd waarop ik eet. Dus dat vind ik heel fijn. Ik was al eventjes bezig met wat dingen klaarzetten. Dus ik ga je nu even laten zien hoe we de spicy tuna sushi gaan maken vandaag. Ik ga je er gewoon helemaal doorheen helpen. En ik hoop dat het dan wel duidelijk genoeg is. Maar het is allemaal zo eenvoudig. Dit kan jij ook. Dat weet ik 100% zeker. En dan kan je lekker genieten van veel betere, nog lekkere sushi. Echt, het is zo'n goede uitvinding. Laten we lekker beginnen. Oké, ik heb hier droog in de pan 300 gram bloemkoolrijst. En ik heb hier allemaal dingen liggen. Zoals bosui, ik heb sriracha gekocht, de tonijn, blikjes. Hier zit avocado's in. En dan heb ik de frietsaus. En hier heb ik mijn bamboematje met folie erop. Zodat je bamboematje niet vies wordt. En dat je de folie makkelijk weg kan gooien. En dat alles schoon blijft. En natuurlijk komkommer en wasabi. En wat eigenlijk het doel is van dit. Zeg maar, is dat je de rijst gaat opbakken. Tot het gewoon net aan gaar is. Zeg maar. Dan gooi je er 50 ml frietslijm bij. En ongeveer 5 gram wasabi. En dan mix je dat hiermee en dan wordt het dus heel erg plakkerig. En dat is wat je nodig hebt om de sushi te kunnen maken. Dan gaan we het vullen met een mengsel van Statesman tonijn. Ook weer wat wasabi en de sriracha en ook weer wat mayo. Dus het wordt heel basic. En dat gaat zorgen voor onze spicy tuna. En dan gaan we daar doorheen en daarbovenop ook nog wat lekkere bosuitjes doen. En we gaan avocado toevoegen en komkommer. Dat is mijn favoriete combi. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon lekker beginnen met eerst het eventjes op te bakken. En dan gaan we straks het mengsel verder afmaken. Handig om te weten van tevoren is dat het heel fijn werkt om alvast de komkommers te snijden. Avocado vast in plakjes te snijden en alles vast klaar te leggen. Zodat het enige wat je nog hoeft te doen, alles alleen maar beleggen op sonori velletje. Dat scheelt gewoon heel veel tijd en heel veel moeite. Dus dat ga ik nu eerst ook eventjes doen. Dus dat is niet heel boeiend, maar dat is wel handig om te weten, om dat van tevoren te doen, om ervoor te zorgen dat het zo makkelijk mogelijk verloopt, het hele proces. De bloemkoolrijst is opgebakken, die laat ik even zo voor wat het is. Ik heb hier mijn komkommer en die ga ik eventjes uitlepelen, want die zaadlijst hoeven we niet.
Dat is namelijk te zacht. En het gaat me alleen om de... om het crunchy stuk, zeg maar. Want dat is gewoon lekker in de sushi. En dat zachte, dat maakt de sushi te zacht. Dus dat hoef ik niet. En zorg ervoor dat je rekening houdt met ja, hoe groot je sushi is. En hoe breed je sushi velletje is. Dus zorg ervoor dat je alles gewoon fijn snijdt. En niet te grof. Want dan kun je, heb je gewoon meer opties, zeg maar. En kan je het gewoon net wat netter maken. En ik merkte dat gewoon heel fijn eet ook. En ik ben gewoon fan van alles netjes doen. Je kan altijd meer avocado pakken. Maar ik begin altijd even met dit. Oké, ik heb tonijn eventjes uitgelekt net. En het was gewoon tonijn op waterbasis. En ik heb 2 blikjes gebruikt. En in totaal is dat 190 gram. Dat is meer dan genoeg. En... nu wil ik mijn sriracha gaan toevoegen en de mayo. En dit gaat het dus dat spicy effect geven. Anders heet het ook geen spicy tuna. En ik moet even gokken hoeveel ik ga gebruiken. Dus het kan zijn dat het een beetje uit de hand loopt. Maar ik denk dat ik wel 7 gram. En van de frietslijn gooi ik het op zo'n 20 gram, denk ik. Oké, ik zit op 40. En natuurlijk wat van onze bosuitjes er doorheen. Top. Nou, het tonijnmengsel is nu klaar. Dus dat kunnen we aan de kant zetten. Dan ga ik mijn rijst nog eventjes verwarmen, want het moet wel warm zijn. Het is natuurlijk nu al weer een beetje afgekoeld. Dus dat ga ik nog even een beetje opwarmen. Pak ik ondertussen vast mijn norivellen. En een... schaaltje waar zo meteen de rijst in kan. Oh, wel een grotere. Groter schaaltje. En daar kan ik alvast wat mayo in doen. Voor 200 gram ga ik meestal voor 50 ml mayo. Maar voor dit, voor 300, ga ik toch wel iets meer gebruiken. 60. En hierbij doe ik ook nog wat wasabi. Hij is bijna op, maar gelukkig heb ik nog een tube. Nou, we weten natuurlijk al dat het gewoon 300 gram was. Want dat hebben we afgewogen. Top. En dan gaan we dit mengen. Neem een sushi vel. Ik ga hem 1 keertje voordoen. En dan de rest, nou dat kan je natuurlijk wel dromen dan. De sushi rijst. Neppe sushi rijst. Erop. Alles goed verdelen. Je hoeft niet heel veel te gebruiken van alles. En dit kun je natuurlijk heel fijn zo een mooi model brengen. En dit is echt lekker high protein, low carb, ideaal. Ik doe lekker veel van. Zo. Misschien is dat iets te veel, maar daar kom ik straks wel achter. En dan de komkommer. Je kan hem ook helemaal op maat snijden natuurlijk.
Maar breken werkt ook prima. Druk ik er een beetje in. En dan de avocado. Die doe ik er dan bovenop. En het is allemaal soms een beetje passen en meten. Maar als je het vaker doet, dan krijg je er wel gevoel voor natuurlijk. Zo, dan ga ik eerst mijn handen wassen. Even afspoelen. En dan kan deze opgerold worden. Heb je eerste rol klaar. Zo makkelijk is het. Pak even een bord. En dan leg ik daar al die rollen op. Die klaar zijn. En dan ga ik door met de rest. En dan ga ik ze zo meteen aansnijden. En dan kunnen we eten. En zie hier alle rolletjes. En die gaan we nu lekker snijden. Ik leg... de rest van de rolletje even op het aanrecht, zodat ik er goed bij kan. Want anders dan werkt het snijden niet zo goed. Zorg dat je een scherp aardappelmesje gebruikt of een ander mes. En het uiteinde kan een beetje lastig snijden zijn. Zorg dat je vooral de onderkant goed doorsnijdt en zet dan die gewoon rechtop. En zo ga je door met de rest. Tada, daar heb je dan je sushi. Ziet het er niet gewoon super tof uit gewoon? Echt heel erg lekker dit. Ik ga hier lekker van genieten. Ik heb hier nog wel wat sojasaus natuurlijk om de sushi in te dippen. En ik heb hier wat sriracha mayo gemaakt. Die ik er eventueel overheen zou kunnen gieten. En ik ga even kijken of dat lukt. Zo, op de helft. Heerlijk. Jam. Nou, ik ga dit lekker eten. Wat een feestmaal. Ik hoop dat dit jou inspireert. Dat je echt zoiets hebt van, wow, Luella, die sushi wil ik ook gaan maken. Want dit moet je gewoon echt proberen. Het is zo lekker, zo smaakvol. En voor de voedingswaarde hoef je het echt niet te laten. Want het is gewoon echt... super lekker. Dus ik zou zeggen, probeer het ook een keer. Ik ga lekker eten en dan zien we weer bij de volgende maaltijd. Als een van de laatste dingen voor vandaag ga ik deze oppo-ijs eten. En dit is echt een van mijn favoriete smaken. Ik vind deze zo, zo lekker. Je hebt ongetwijfeld al vaker in mijn vlog ook voorbij zien komen. En ik eet gewoon deze hele bak op. Dat heb ik allemaal al gelogd in mijn fitnesspal. Dus hier ga ik ook lekker van genieten. Wat een combinatie, sushi en lekker ijs. Ik zal zometeen ook nog eventjes wat van de binnenkant filmen. Zodat je kan zien hoe die eruit ziet. Maar echt, als je er eentje moet kiezen van Oppo, kies alsjeblieft deze. Heerlijk. Kijk, zo ziet de binnenkant eruit. En overal zit dus zo'n karamel swirl doorheen. En stukjes nootjes en dergelijke. Echt heel erg lekker. En ik vind het altijd lekker als hij een beetje wat meer is ontdooid. Dus ik laat hem al nog even staan voordat ik hem eet. Ik heb zojuist mijn bak ijs op en wow, dat vult echt enorm. Het is nu bijna 7:30 en ik ga nu niks meer eten vandaag. Ik had nog wel wat calorieën over, maar dat zit wel in mijn honing en de thee die ik heb gedronken. Dus het compenseert allemaal wel weer. Ja, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je inspiratie uit hebt kunnen halen. En ik hoop echt dat je de sushi een keer gaat proberen. Het is zo ontzettend lekker. En dit ijs ook. Nou ja, je kunt zien... de hele bak is leeg. En dit is echt mijn favoriete smaak ever gewoon. Dus ja. Ik hoop dat je het inspirerend vond. Als je het vond, duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben. En dan zie ik je weer terug in een nieuwe Fit Addict video. Doei doei!